Het is rijtjeschuiven voor een muzikale wip met Philip Kaulier en Reggie en Linda van Milk Inc. Tas richtte voor de gelegenheid een leegstaand café in als hoerenkotje. En de muzikanten van dienst laten zich bewonderen in de etalage. De klant die goesting heeft, maar in dit geval niet goesting in de normale diensten van dit raam, maar die goesting heeft om een nummer van ons te horen, ja. Die kan daarop bieden en dan bedienen wij die privé. En dat is natuurlijk voor het goede doel, voor de kindjes. Dus, Hoe duur zijn jullie? Wij zijn per opbod, maar wel gezegd dat hangt zo... eigenlijk af van de persoon die iets wilt geven. Hè. Maakt niet uit eigenlijk. Maar onder de... dan zeg je dat we toch onder 10 euro doen, met, spelen we één noot. Dus we willen toch iets inzamelen voor VZW-kinderdorp. Klanten met speciale wensen, kunnen die ook bij jullie terecht? Ja, we doen alles. We doen heel veel standjes en zo. En, voor de rest, zolang het maar muzikaal blijft. Oké, dan. Het vooruitzicht van een intiem concert zorgt buiten voor de deur voor heel wat opwinding. En ook de bijzondere locatie zit daar voor iets tussen. U zit met de, ik zie met een zekere spanning te wachten tot u aan de beurt bent. Ja, inderdaad. Ik zal dat ook in meemaken. Wat bedoelt u, de muziek of daar even binnenstappen? Nee, de muziek zelf. En ook, ja. Dat is zeker interessant. Ik ga dichtbij. Anders is dat altijd op tv, op VTM. Allee. En nu is dat ik er dichtbij. He. Na een uurtje wachten is het dan eindelijk zover. De klant mag eindelijk het kamertje in voor zijn favoriete nummertje. Voor je het weet is het hoogtepunt voorbij. Na een kwartiertje sta je weer op straat. De klanten spreken van een bijzondere ervaring. Het was dus een zeer fantastisch optreden. Het is dus bijna niet te geloven dat we zo dicht bij deze mensen kunnen geraken. Op deze manier, allee ja. Theater aan Zee is de eerste maal dat we dat meemaken en dat is zeer goed meegevallen. Intussen is al ruim 2000 euro ingezameld voor SOS Kinderdorpen. Wie zichzelf op een bordeelbezoek wil trakteren, kan nog tot morgen terecht in Oostende.